De stembureaus in Thailand zijn zondag om 3 uur gesloten en het tellen is begonnen. Het ziet er naar uit dat de Thaise partij, de People Power Party, die de verdreven ex-premier Thaksin Shinawatra steunt, afstevend op een overwinning bij deze parlementsverkiezingen. De stembusgang van zondag was de eerste democratische verkiezing sinds de militaire coup tegen Thaksin vorig jaar. De PPP krijgt vooral steun van de armen in het noorden van het land, die Thaksin nog steeds een warm hart toedragen. Grootste rivaal van de PPP is de Democratische Partij, die volgens de peiling op een goede tweede plaats komt. De oudste partij van het Zuidoost-Aziatische land heeft vooral veel aanhang in de hoofdstad Bangkok en in het zuiden. Het leger beschuldigt Thaksin van corruptie. De ex-premier leeft nu in ballingschap in Londen.